Ik ben Bart Glanderf, ik ben de voorzitter van voetbalvereniging Sandijk. En met Gert-Jan Olie, trainer van onder de 13 en onder de 10 hier. Het is weer begonnen. Jazeker, en we zijn er blij mee. Vorige week woensdag weer gestart met de jongsten. En deze week mogen de ouderen weer beginnen. U zei net, je moet wel op de gezondheid letten. Hoe staat u erin? Nou ja, bij alles wat we doen, gezondheid staat voorop. Dus het was wel een hele organisatie. En het was ook eigenlijk best wel een moeilijke beslissing om uiteindelijk te kiezen van we gaan weer starten. Maar uiteindelijk hebben we het toch gedaan. En het is gewoon van belang dat je alles goed regelt. En we hebben heel veel voorzorgsmaatregelen genomen om te zorgen dat het op een veilige manier kan. Protocollen van de gemeente gehad, van de KNVB. En op basis daarvan zorgen we dat het op een veilige manier getraind kan worden. Want is er dan nog straks nog een zomervakantie? Ja, ik neem aan van wel. Ik denk dat wij tot eind juni doorgaan met trainen. Of halverwege juni, net hoe het uitkomt natuurlijk. Op anderhalve meter mogen ze nog trainen. Ja, het voetbalseizoen is helaas ten einde. Maar de trainingen gaan wel door. En ze kunnen op anderhalve meter trainen. En iedereen is blij dat hij weer wat kan doen en uit huis kan. En in ieder geval weer op het voetbalveld op kan. Dat is belangrijk. Was u het wel eens met de beslissing? Ja, wat ik al eerder zei. Het is belangrijk dat de gezondheid staat voorop. Hier bij de club zijn ook een aantal mensen getroffen met corona of directe familie. Dus ja, je moet toch voorzichtig zijn. Dus, maar het is ook van belang dat we zijn een voetbalclub en we moeten ervoor zorgen dat ook er ontspanning is. En in deze tijd is het gewoon belangrijk dat er weer gesport wordt. Ja, sport wordt. Gert-Jan, jij hebt zelf kinderen? Ik heb zelf, mijn vrouw heeft twee kinderen, die zijn niet van mij, maar ik beschouw ze als kinderen. Uiteraard. Maar die zitten niet op sport, maar die hebben het best wel zwaar en ook moeilijk thuis zitten. Geen vriendjes om zich heen. Ja, het is lastig. Maar ja, weet je, ik heb het zelf nu, net wat Bart zei, ik heb het zelf meegemaakt nu in de familie dat mijn schoonmoeder twee weken terug is overleden. Ook door corona. En ik had het best wel moeilijk om een beslissing te nemen van ga ik wel trainen, ga ik niet trainen. Weet je, op een gegeven moment ga je erover nadenken en dan denk ik ook, ik ben de hele jaar met die groep bezig. Ik heb een hele enthousiaste groep. Ja, en dan denk ik van ja, oké, ga je de groepsapp, wie willen wel trainen? Wie willen niet trainen? En dan krijg je ze allemaal, alle 13 die we hebben. Ja, ik wil trainen, ik wil dolgraag trainen. En dan schrijven allemaal met gecondoleerd en dan schrijven wie gaat ons trainen? Ja, ik ga het zelf doen. Nou, die enthousiasme van die kinderen, ja, dat heeft mij echt wel over de streep getrokken om hier te staan vanavond. Ja, zeker. We missen ongeveer 3 maanden omzet en met name de kantine omzet. Dat zijn eigenlijk de maanden dat wij de hoogste omzet te halen met toernooien en het eind van het jaar. Dus het is wel een flinke aderlating. En we hopen ook dat onze sponsors goed door deze crisis heen komen. Het zal nog wel een tijdje door gaan werken. Gelukkig is het wel zo dat er een aantal maatregelen zijn genomen die ons ondersteunen. Vanuit het Rijk en vanuit de KNVB. Vanuit de gemeente. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar dit zal nog wel een tijdje doorwerken. Ja, Sandijk is een gezonde vereniging. Ja. Dus we kunnen wel een stootje hebben. Maar het is. Kijk, we zijn toch een amateurvereniging. En we moeten het van de sponsors hebben en van onze leden hebben. En van de kantineinkomsten. Ja, als dat lang weg gaat vallen, ja, dan wordt het lastig. Dus het is even afwachten hoe dat verder loopt. Sta jij zelf erin om straks weer wedstrijden te gaan doen? Want volgend jaar. Ik sta er zelf heel snel. Ik hoop dat het na de zomer gaat beginnen. Maar ik ben bang dat het niet gaat gebeuren. Want iedereen krijgt een andere groep. Ik krijg zelf ook een andere groep. Dus je gaat weer een nieuwe uitdaging aan. En ja, ik wil wel wedstrijden spelen. Maar ik ben bang dat het nog niet gaat gebeuren. Toernooien gaan niet plaatsvinden, niks gaat er plaatsvinden. Je kan alleen maar trainen en daar moet je ze enthousiast mee krijgen. En daar hoop ik mijn best voor te doen. En net als alle trainers, ik ben ook heel blij dat wij toen hebben gehoord van, ja, dat het
echt die corona kwam. Van ook dat wij de vrijwilligersvergoeding eigenlijk wouden laten liggen en niet het geld meer vroegen om te gaan trainen. Nou, dat is allemaal goed gegaan en iedereen heeft zijn vrijwilligersvergoeding meteen aan de kant gezet. En iedereen heeft daar enthousiast op gereageerd. En dat werkt dus ook wel mee aan de club. En daarom, net wat Bart zegt, wij zijn een gezonde club, wij zijn een gezellige club. We zijn een soort familieclub met elkaar. En dan zie je wel dat we met z'n allen dat wel voor elkaar krijgen. Wat wel mooi is te zien is dat er heel veel saamhorigheid ontstaat. En ja, wat Gert-Jan zegt, de trainers die hebben afstand gedaan van een vergoeding. Dus nou, dat is heel mooi om te zien. Ik wens jullie heel veel sterkte in de komende tijd. Dank je wel. We gaan elkaar zien in het nieuwe seizoen. Dank je wel. Dat gaan we zeker doen. Vandaag ben ik begonnen. Je bent vandaag begonnen met trainen? Nou, ik ga vandaag beginnen. Je gaat vanavond beginnen? Ja. Nee, maar goed. Je gaat vandaag beginnen. En heb jij thuis op een pleintje nog geoefend? Ja, vooral in mijn tuin. Maar ook gewoon in mijn straat. En dan gewoon met pionnetjes. Ja, ik had er wel heel veel zin in. Omdat het natuurlijk heel lang is geduurd. Heeft geduurd. En ja, nou had ik wel heel veel zin om te trainen. Ik wens je sterkte en veel plezier vanavond. Dank je wel.